van Holland was. En nog steeds kijken de mooie gewelven, de indrukwekkende gevels en de prachtige gevelstenen op ons neer. Joop Scheltens en Cor de Jager die laten het ons allemaal zien. Ze waren in Dordrecht. Hollands mooiste gevelsteen heet In den Paradijsappel en zit in een huis vlakbij Hollands mooiste havenpoort aan de Merwede, de groothoofdspoort van Dordrecht. Als ik een boot had, zou ik geen mooiere aanlegplaats weten dan bij deze schitterende poort. Een schildhoudende stedenmaagd omgeven door de wapens van andere Hollandse steden. Visitekaartje van de stad, fraai uitgevoerd. De hoge plaats die de gebroeders Johan en Cornelis de Witt innamen in het bestuur van Dordrecht en de Republiek in de 17e eeuw, is hen in brons bedacht in de binnenstad. Zo eert Dordt haar zonen, die in 1672 in Den Haag door het gepeupel werden vermoord, zoals dat dan staat in de vaderlandse geschiedenisboekjes. Het monumentale stadhuis is in de middeleeuwen een koopmansbeurs geweest en werd al in 1544 ingericht voor het stadsbestuur. Het stadswapen met de gouden griffioenen stamt uit 1835, toen het stadhuis dat paleisachtige voorkomen kreeg. Hier hebben we oude en nieuwe opnamen door elkaar gemonteerd. Zo is het toegangspoortje van de Munt in de Voorstraat voor en na de restauratie. Dit is de Munt des Romeinse keizers en grafelijkheids van Holland, staat daar. Een splinternieuw renaissancepoortje met Corinthische kapiteeltjes, portretmedaillons en een vrolijk cherubijntje. Nog even hoe het was. De ingangspartij aan het eind van de gang met het grafelijke wapen met de klimmende rode leeuw. En boven de deur de Munt van Holland met een T. Dit is het huis Beverschaap en die stevige stenen omhelzing van die zeemeerman met die zeemeermin duurt al 3 eeuwen. Vlak erbij is het leuke Katerijnenpoortje en daar moet je even onderdoor lopen of je wilt of niet. Nou dan niet. Hele straatwanden van Dordrecht zijn gaaf en lijken eindeloos door te gaan. Wat vooral opvalt is het meesterlijke metselwerk in de gevels. Allemaal bogen boven de ramen en in de onderste bogen weer 2 kleinere. En helemaal beneden een keurig pui. Hout crème geschilderd, stoep aangeveegd. In de hen heet het ook nog. We gaan naar de Damiatenbrug en kijken zo over de Merwede en zo over de haven. Zo'n ijzeren brug met al die kettingen en al die omslachtige brugwachtersrituelen zou je toch voor geen goud willen missen? Dierbare Dordtse Damiatenbrug. Als jongen wou je de brug natuurlijk al overlopen voor de klappen al helemaal naar beneden waren. En dat mocht dan niet. Wijzerplaten van de grote kerk van de brug af gezien. Ze zitten niet in de toren,
maar staan er bovenop. De grote kerk heette oorspronkelijk de Onze Lieve Vrouwenkerk. Een Brabants gotische kruisbasiliek. Een driebeukig schip met zijkapellen en een koor. Schilderachtig gelegen aan de westelijke ingang van de stad. De kleur van de deuren onder in de toren heb ik altijd zo mooi gevonden. Machtige toren, nooit afgebouwd. Bij het bakken van de stenen zaten onder in de oven de stenen die door de grote hitte verglaasden en zwart werden. Metselaars vonden het dan leuk om met die zwarte drupstenen figuren te metselen onder de ramen. Het is dus niet heilig, maar geinig. Na de grote stadsbrand van 1457 werd het tegenwoordige koor gebouwd. En sindsdien is dit beeld onveranderd gebleven. Het stadswapen met de twee griffioenen in het timpaan van een van de grote 18e-eeuwse huizen achter de kerk. Dit is het grote kerksplein waar de 18e eeuw hoogtij viert. En Dordrecht een haast vorstelijke allure verleent. Dit was de woning van meester Simon van Gijn en door hem in zijn testament tot museum bestemd. Het is een volledig ingericht patriciershuis in de stijl van de bouwer in 1729, Johan van Neurenburg. Een van de belangrijkste gebouwen uit onze vaderlandse geschiedenis is het Hof van Dordrecht. Hier kwamen in 1572 de Staten van Holland voor de eerste maal in vrije vergadering bijeen. Dat is pas geschiedenis. Het was eerder het Augustijnenklooster en later Doelen en het stadslogement. Je kunt er komen via de Voorstraat, Steegoversloot en de beeldschone Hofstraat. Benen die weelde konden dragen zijn sterker dan Samson talle dagen. Er wilde iemand in deze buurt gaan wonen in de 18e eeuw en bouwde zich een huis dat hij naar de Doelen Doelestein noemde. Die meneer had geen benen die weelde konden dragen, want er ging mooi failliet in zijn kapzonespaleis. Zul je altijd zien. Deze aandoenlijke oude vrouwtjes eren hun weldoener Arend Maartens. Door dit nobele renaissancepoortje belandt men in het Arend Maartenshof, waar vele vrouwen hun laatste levensjaren dankbaar sleten in deze weldadige omgeving. Het staat wat buiten het stadsgewoel in de Museumstraat, maar toch niet ver van al die andere Dordtse schoonheden. En die prachtige gevelsteen zit naast de Groothoofdspoort, in den Paradijsappel. Net zo makkelijk. Aanstaande zondag kunt u al die mooie plekjes in Dordrecht zelf gaan bekijken, want dan is er weer een wandelpuzzeltocht. U kunt daarvoor vanaf 12 uur de routebeschrijving ophalen bij het VVV-kantoor aan de Stationsweg 1 in Dordrecht. Bij de routebeschrijving krijgt u ook een vragenformulier en door de vragen goed te beantwoorden kunt u in aanmerking komen voor de wekelijkse hoofdprijs en dat is een prachtige fiets. Gisteren in Leeuwarden...